Aanstaande maandagavond ook NCRV. Met Los Vast in een nieuw jasje. Vier zangeressen en vier Sinterklaasen in It's All in the Game. De comedy-serie Niet te geloven. Daryl! Boy, am I glad to see you! NCRV TV-contact. Televisie brengt mensen bij elkaar. Ja, een heleboel mannen vinden mij dan wel, zien dat wel zitten, maar ik zie dat met hun niet zitten. Ja, ik kan het ook niet helpen. En in meditatief moment aandacht voor het pastoraat onder studenten. Kijkt u maandagavond ook NCRV. Goedenavond, dames en heren. Moeten zware drugsverslaafden gedwongen worden af te kicken? Een oude discussie, de afgelopen dagen in Amsterdam opnieuw op gang gebracht door het CDA. Politie, justitie en geplaagde burgers vinden dwangverpleging een oplossing, maar hulpverleners zien er niets in. Jan-Pieter Visser bericht. Amsterdam en de harddrugs, cocaïne, heroïne, morfine. De 6000 verslaafden laten hun sporen na in de buurten, op de straat, in de stegen. En dan zien ze in de portieken, zien ze daar dat de mensen gebruiken. Naalden, die worden daar achtergelaten. Fecaliën van de straatjunken, die blijven daar liggen. En dat is natuurlijk enorme overlast. Overlast en diefstal, schering en inslag. Ik wil ook de buurt niet uit. En ik laat me ook niet de buurt uitzetten door deze heren. Maar dat het erg is en dat het veel is, ja, dat is ook zo. Het houdt niet op, het is 24 uur per dag. Je hoort het geschreeuw, je ziet ze dealen voor je deur. En natuurlijk maakt deze groep zich schuldig aan behoorlijk wat strafbare feiten. De buurt leerde ermee leven, maar het geduld raakt op. Wanneer ze een junk in de gracht zien liggen, bij zichzelf denken, nou, ik steek geen poot meer uit. Want dat is er misschien wel eentje minder. En dat is dus een verruwing van het denken over medemensen. Deze week kwam in de Amsterdamse gemeenteraad het plan aan de orde om de harde kern van de junks hard aan te pakken, om ze als psychiatrische patiënten te isoleren. Het gaat om zo'n 300 tot 400 junks. Ik denk aan een afzondering van die mensen in gesloten inrichtingen. Dan heb je in ieder geval op de duur die mensen bij elkaar. Dat hoeft niet allemaal bij elkaar te zijn, maar toch. Dan zullen ze meer grijpbaar zijn. En dan moet er daar maar in die sfeer naar nieuwe wegen gezocht worden. Nu praten we echt alleen, voor mijn gevoel, over vers 2 van het verhaal. Wat er naar mijn gevoel allereerst nodig is, en daar wil ik toch nadruk op vestigen, dat is dat de groepen uit elkaar gaan. Pas door een aanpassing van de krankzinnigenwet is zoiets technisch mogelijk. Een paar reacties op dit plan. Ja, kijk, het is natuurlijk ontzettend makkelijk om te zeggen, pak maar op, want dan ben ik er van af. Ik weet niet of dat de oplossing is. Ik denk dat ik ben ook al zo lang zo ver of zo murf dat ik denk van zijn ze hier niet en zijn ze ergens anders in de stad. Dus ze zijn er en ze blijven er, denk ik. Als je die groep van de straat af hebt en ze toch een menselijke behandeling kan geven in gesloten inrichtingen, dan zal dat een enorme verlichting voor de buurt betekenen. 10 jaar geleden al probeerde de Amsterdamse gemeenteraad de drugsproblematiek door een decentralisatiebeleid over de hele stad te verdelen. Amsterdam telde 10 jaar terug 3000 verslaafden. Toen was het geduld ook al op. Maar zeg nog wat, overkomt je er? Heb ik schade? Gaat in de fik en dat zal ik doen. En je mag me nou aan de rest alles weten. Gaat in de fik en kom niet, want ik zal doorgaan tot de laatste steen is gevallen. Anno 1987 telt Amsterdam 6000 verslaafden.
Hoe staat de politie tegenover het nieuwe plan om junks via de psychiatrie op te pakken? In januari van dit jaar is in de politieraadscommissie de nood aan voortgang en knelpunt Amsterdam harddrugbeleid behandeld. Toen is deze problematiek al naar voren gebracht. En toen is al gezegd, oplossingen moeten nu, dus in januari 1987, moeten gebeuren. We zijn nu in november. En in november hebben we nog steeds geen oplossingen gecreëerd. En in feite zijn we al te laat. Als je voor deze winter, met name als het een hele strenge winter gaat worden, als je voor deze winter ergens aan moet gaan werken. Ik kan me slecht voorstellen hoe je iemand gedwongen, in een gedwongen context, kunt veranderen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat je mensen dan in een psychiatrisch ziekenhuis dwingt om gesprekken te voeren, dwingt om te veranderen, dwingt om pillen te slikken. Ik zie niet zo precies in wat daar nou van te verwachten is. Een wetswijziging waarbij je de privacy van andere burgers van heel Nederland in feite aantast om deze categorie mensen in behandeling te kunnen nemen. Dat vind ik nogal wat en het lijkt me dus niet nodig, omdat er naar mijn stellige overtuiging nog wat meer geëxperimenteerd zou kunnen worden met zo'n inbewaringstelling. Drugs worden verkocht en gebruikt. 300-400 mensen worden misschien via de toepassing van een gewijzigde krankzinnige wet opgepakt voor hun eigen bestwil. Gaat dat niet wat al te ver? Als we zo doorgaan zoals het nu gaat, worden ze ook niet geholpen. En vervallen ze ook in ellende. En laat ik er maar heel cynisch aan toevoegen. De winter nadert. We kunnen er staat op maken dat een groot aantal mensen uit die groep deze winter omkomt. Die vriezen dood. Stropen in Nederland. Vroeger het werk van halve avonturiers die vaak de lachers op hun hand kregen bij het verschalken van wild- en veldwachters. Nu is het vrije tijdbesteding van harde criminelen. Ieder jaar rond deze tijd is het weer raak. Wij gingen op pad met de veldpolitie van Bokstel. Stropen. Voor veel mensen de spannende romantiek uit jongensboeken. De wind blaast over het Brabantse land. In het kleine landarbeidershuisje genieten de kinderen van een kop dampende chocolademelk. Vader trekt zijn laarzen aan en stopt het bundeltje strikken in de grote jutte zak. Plotseling vraagt de kleine Driekes: papa, wat is stropen? Stropen, jongen, dat betekent dat je in het hols van de nacht het bos in gaat en met iets voor het avondeten terugkomt. Van de romantische verhalen uit de kinderboeken is totaal niets meer over. We hebben te maken met keiharde stroperij door criminelen die met geweren en met honden en kunstlicht alle wild wegvangen wat maar mogelijk is. En het blijft al lang niet meer bij de eenvoudige strikjes. Het afgelopen jaar nam de veldpolitie een indrukwekkende hoeveelheid zwaar materiaal in beslag. Voor de jacht op grof wild worden nog wel strikken gebruikt die in de zogenaamde wissels, de vaste looproutes van de reeën, worden geplaatst. Dit is een reeënstrik. Die is hier opgehangen met draadjes, staat nu door open. Hier de ree komt erin, het draadje wordt verbroken en de strik die rijgt zich dicht om de nek van de ree heen. Hij heeft dus een beperkte ruimte maar waar hij zich mee kan verplaatsen. Gebeurt er met snelheid, dan is hij dood, want dan breekt hij zijn nek. En anders begint hij hier rondom de boom heen te spollen. Hoe dan ook ten dode opgeschreven. Hoe dan ook ten dode opgeschreven en een akelige dood. Een nieuw verschijnsel is het stropen met lichtbakken en zogenaamde lange honden. Dat zijn honden die het klein wild achtervolgen, doodbijten en dan terugbrengen bij de stroper. Waar we tegenwoordig dus hoofdzakelijk last van hebben, dat is stroperij met auto's, met moderne lampen, halogeenpitten, die aangesloten worden op de accu van de auto. Daar worden de velden mee afgeschenen 's nachts en daar wordt het wild, wordt daar dus mee belicht. En hetzij wordt het gevangen met lange honden of het wordt geschoten met geweren. Die geweren, ja, ik heb hier een hoeveelheid liggen. Daar zijn ouderwetse geweren bij. Maar er zijn ook behoorlijke moderne bij, hè? Er zijn ook hele moderne zijn erbij. Als ik u dus laat zien dat we hier dus een semi-automatisch Flaubert-geweer hebben.
voorzien van richtkijker en voorzien van geluiddemper, zodat u de schoten zeg maar op grote afstand helemaal niet meer hoort, dan begrijp u wel met welk soort criminelen wij in zijn algemeenheid te maken hebben. Het kunnen betrappen van stropers betekent dat er vaak nachten achtereen gepost moet worden op plekken waar stropers zijn gesignaleerd. We staan hier te posten op lichtbakstroperij vanuit een auto. We zijn hier al een nacht of 4, 5 zijn we bezig. Er zijn dus meldingen binnengekomen dat hier vrij regelmatig met een auto, kunstlicht en lange honden gejaagd werd. Het is te hopen dat ze vanavond komen. Het weer is heel goed. Het waait, het regent wat. En dat is weer dat bij uitstek geschikt is, dat het wild buiten is. En we zullen hopen dat ze vanavond dus komen. Dan bent u al 4 nachten bezig. Dit wordt de vijfde. Maar u weet nooit wanneer ze zullen komen natuurlijk. Nee, zo'n goede klantenbinding hebben we nog niet. Afspraken kunnen we helaas nog niet maken. Maar kijk, de aanhouder wint. En we staan vaak voor niet te posten. Je weet nooit wanneer ze zullen komen. Maar als je dus lang genoeg bezig blijft, vroeg of laat lukt het. Ja, die moesten met telefonisch contact opnemen. Er komt een melding binnen van stroperij, maar we weten niet op welke plaats. Zie je de telefoon is door? Een auto, kijk, want ik zag net 3 lampen. Hoe weet u dat het een stroper is? Nou, omdat je ziet die lampen in het rond gaan. Kijk, kijk. Dat ken je met de koopman van een auto niet, hè? En komt hij hierheen? Ja, dat weet ik niet. Hij kan nog links of rechts af. Daar is ongeveer de kruising wat je nou is, denk ik. Die moet hier kamp hebben. Eén voor één. Kom hier. Kom hier. Pas een hand. Eén. Ja. We moeten hier zijn, man. Even in de klem. Dan gaat John nu weglopen. Padden we aanboeien. Stel dat je gek is. Ja. Dat wilt hebben we net gevonden, man. Hé, niet gauw smoezen, hè. Niks aan de hand. Hé, joh, die lamp eruit, man. Nee, dat kunnen we nou niet zien. Ach. Zet hem even in een auto. Kijk uit, met een hond. Houd bij hem, Kees. Ja. Niet zo grommen, jongen, dan moet het thuis blijven. Doe hem iets strakker, man. Jongen.